Hi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik een limited editie met jullie uittesten, namelijk de About Tonight collectie van Catrice. Deze ligt op dit moment in de winkel en het is een soort feestelijke collectie die ook wel oud en nieuw gerelateerd is, vind ik zelf. Dus ik dacht op de valreep van 2023 gaan we deze nog even uittesten. Dus mocht je benieuwd zijn naar de producten die in deze collectie zitten en of het de moeite waard is om deze aan te schaffen, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik heb even het persbericht erbij gepakt. Zoals ik al zei, het is eigenlijk een collectie die geïnspireerd is op oud en nieuw. Volgens Catrice is oud en nieuw misschien wel het feest van het jaar. Waarin je alle magische momenten van de afgelopen 12 maanden viert. En je 2024 op een feestelijke manier inluidt. Hierdoor hebben ze dus een collectie uitgebracht met de About Tonight collectie. Er zitten 5 producten in met diverse kleuren. Waarmee je dus een stralende beauty look zou kunnen maken. Zo zou 2024 goed beginnen. Dus dat is eigenlijk wat Catrice zelf over deze collectie zegt. Ik heb hier allereerst het highlighter paletten. Ik zal de prijs ook even in beeld neerzetten van de producten. Die ziet er zo uit. Hele feestelijke verpakking. Er zit een laagje glitters op de voorkant. Het logo zou een soort omgekeerd martini glas vormen. Nou moet je dat natuurlijk wel net kennen. Ik heb daar zelf geen idee van. In dit palet zitten 4 highlight kleuren. En ook een spiegeltje. En dan ziet het er zo uit. Dit zijn de kleuren. 4 highlight kleuren. Spiegeltje erin. Het palet heeft de naam C01 Razor Clash gekregen. En nu snap ik dus ook wel de vorm van dat glaasje. Best wel grote pens. Ik zal even de kleuren zwartje. Ik moet wel zeggen, het zijn wel gewaagdere kleuren. Kijk, dit is de swatch. Ik vind dat roze of dat paars bijvoorbeeld best wel gewaagd. Ik vind deze dan wel heel mooi. En die gouden kleuren vind ik altijd net iets mooier staan bij iemand die een wat donkerdere huidskleur heeft. Dat valt bij mij toch minder op. Maar dat is in ieder geval het highlight paletten. Dan hebben ze ook 2 metallic lipsticks. Die zien er ook wel heel vrolijk uit met hun hulzen. Kijk, ook hier staat dat martini glaasje weer op. Mooie glitters, het zijn 2 dezelfde hulzen. En op de onderkant staan dan de kleurnamen. Ze komen dus ook in 2 kleuren. Catrice zegt zelf over deze lipsticks dat het opvallende lipsticks zullen zijn. En ze hebben dus een metallic finish. Dat is eigenlijk het enige wat erop staat. Ze hebben de namen. Kan ik dat lezen, jongens? Dat staat hier wel op. Kiss Me at Midnight gekregen. Dat is de blauwe variant. Nou, die heb ik al even geprobeerd. Dat was niet mijn ding. Dat vond ik echt te donker. Ik zal eventjes een plaatje in beeld neerzetten van die lipstick. Hoe die eruit ziet op mijn lippen. Maar zo ziet hij er dan uit. Je ziet ook inderdaad dat ik hem gebruikt heb. Ik vind hem wel heel mooi met die glitter. Ik zal hem ook gelijk even swatchen. Maar ik vond hem veel te heftig. Ik durfde er niet mee de straat op, eerlijk gezegd. Dan hebben we ook een paarse variant. En die heet A Night to Remember. En die heeft dus een hele mooie paarse kleur. Als je kan zien. Die zal ik ook even swatchen. En deze gaan we dan ook proberen. Want die weet ik ook nog niet hoe die is. Maar die blauwe vond ik in ieder geval te opvallen. Dit zijn even de swatches. Je ziet ook inderdaad wel gelijk dat ze echt heel opvallend zijn. En dat moet gewoon je ding zijn. En dan blauw was dat bij mij niet echt. Dan hebben we nog 4 metallic oogschaduwkleuren. Als je dus fan bent van opvallende ooglooks, dan zit je goed met deze metallic liquid oogschaduws. Ze hebben een sponsapplicator waarmee je de kleuren aanbrengt en je kunt ze ook makkelijk blenden. Dus daar ben ik wel heel erg nieuwsgierig naar. Ik heb dus alle 4 de kleuren.
Ik zal ze eventjes, dit zien jullie niet zo goed, ik zal ze eventjes op kleur geven. Dit is de C04 Martini Please. Dit is dus een groene variant. Ik zal gelijk ook even het applicatortje laten zien. Die ziet er dan zo uit. Ik zal hem ook gelijk zwartje, dan zal ik zo meteen de kleuren bij elkaar laten zien. Dan hebben we hier de kleur C02 Gintastic. Dat is een beetje een lichte kleur. Ik zal ze even proberen ook op volgorde te swatchen. Dan hebben we hier nummer 3. Shake Not Stressed. Zeg ik dat goed? Nee. Shaken Not Stirred. Paars kleurtje. Die. Ik ben wel heel benieuwd, jongens, want ik wil dus met alle vier deze kleuren een ooglook gaan maken. Misschien wordt dat helemaal niet goed. En dan heb ik nog de 01 Champagne on Clock. En dat is goud. Dat is natuurlijk altijd wel goed. En die ziet er dan zo uit. Maar ik wil dus met deze vier kleurtjes ook gewoon één ooglook gaan maken. Dus het zijn wel mooie producten. Het is wel een beetje een troep, vind ik, met swatchje. Maar dat zijn die. Verder hadden ze in deze collectie ook nog glitter nagelfolies. Die heb ik zelf niet gekocht, maar dat kun je op je nagels plakken. En dan krijg je een soort glitternagels. En ze hadden ook nog gezichtsjuwelen. Die kun je dus ook opplakken om je look helemaal feestelijk te maken. Maar die heb ik ook niet gekocht. Goed, dit zijn de producten die ik heb gekocht. Ik ga eventjes een haarbandje indoen en dan gaan we ze gewoon eventjes uitproberen. Want ik ben gewoon heel benieuwd geworden hoe het gaat bevallen. Oké, we gaan de highlighter aanbrengen en ik ga ook voor de lichte kleur, dus deze. Ik ga de andere kleuren ook nog wel uittesten, gewoon om te kijken van, hoe staat het? Maar voor deze look wilde ik graag voor de lichte gaan, omdat ik gewoon denk dat dat heel mooi bij mijn huid past. Dus ik breng hem gewoon aan. Ik gebruik het spiegeltje die in paletten zit. Ik heb mijn eigen, ik heb eventjes een ander kwastje gepakt. Want normaal gebruik ik altijd mijn andere kwastje. Maar die is al zo vies dat ik eigenlijk niet met die poeder erin wilde dippen. Hij heeft wel een beetje opbouw nodig, vind ik. Het is niet dat ik hem gelijk tot zijn recht zie komen. Maar met een paar laagjes wordt hij wel mooi. Want het wordt nu al ietsjes meer, vind ik. Maar net wat ik zeg, het is niet mijn favoriete kwast die ik nu gepakt heb. Ja, ik vind hem wel gewoon mooi. Ik denk dat hij misschien nog wel intenser kan. Maar ik vind dit er wel heel mooi uitzien zo. Hebben jullie deze collectie al getest? Of gespot eigenlijk misschien? Ik zag dat hij vorige week echt letterlijk ook in de winkel lag. Daarvoor had ik hem niet gespot, want toen lag de kerstcollectie er nog. Ik had hem al eventjes in huis en toen dacht ik, nou die moeten we nog wel even gaan testen natuurlijk. Want ja, als je deze collectie leuk vindt, dan heb je nog kans om naar de winkel te gaan natuurlijk. Want ja, ik vind hem leuk. Ik vind hem echt heel erg mooi nu ik er zo naar kijk. Het is een beetje, net of hij een beetje een roze laagje achterlaat, maar ik vind het wel heel mooi. Dus ik ga ook even mijn neus doen. En die ooglook vind ik wel spannend, want ik wil dus alle vier de kleurtjes gaan gebruiken. Ik heb ook wel even mijn kwastjes erbij gepakt. Ja, ik vind het heel mooi zo eruit zien. Ik ben er heel tevreden over. Dus dat is heel fijn. Dan gaan we dus door naar de ooglook en dan zal ik jullie even iets meer voor inzoomen, zodat jullie het ietsjes beter kunnen zien. Oké. Nou, ik ga dus alle vier de kleuren gebruiken. Ik ga beginnen met de groene kleur. Die ga ik in de arcadeboog aanbrengen. En ik vind het best wel een beetje spannend. Want liquid is toch altijd wel wat anders dan een poeder. Maar het leek me toch leuk om een look te maken met alle kleuren. Dus ik dep hem er als het ware een beetje in. Want je kunt hem dus makkelijk blenden, zeggen ze. Ik ben wel heel erg benieuwd. Wat ik wel gelijk merk, hij doet geen pijn. Ik heb nog wel eens gehad dat een liquid oogschaduw met aanbrengen best wel zeer kon doen. Maar dat voel ik niet.
Dan heb ik wel even gewoon mijn eigen kwastjes. Dus ik hoop dat dat werkt. En het moet natuurlijk even drogen. Ja, hij wordt niet minder intens natuurlijk hiervan. Maar je moet ook eigenlijk een beetje snel handelen, want het droogt best wel snel. Maar ik vind hem op zich niet verkeerd. Ik vind hem wel lekker intens. Wat zijn jullie plannen met Oud en Nieuw? Ik ben lekker thuis met mijn katjes. Ik merk ook dat die er al heel veel moeite mee hebben met al dat knallen en zo. Ja, hij droogt heel snel. Dus eigenlijk het beste is om aan te brengen. Dan gelijk blenden. Want ik merk nu al dat ik er nu bijvoorbeeld niet zo heel makkelijk meer overheen kan. Omdat hij best wel snel droogt. Maar de kleur is wel heel erg intens. En dat vind ik wel heel erg mooi. Dus ik was bang dat het een heel erg slecht idee was om alle kleuren te gebruiken. Maar misschien is het toch wel een goed idee. Dan gaan we in de buitenste ooglook de paarse gebruiken. Ja, ik dacht, weet je, anders dan, ik vind het toch gewoon leuk. En misschien is het te veel, too much. Maar dan weten we dat ook weer. Weet je, en dan weet je ook gelijk van, ja, misschien als je nog hier iets van wil kopen, is een enkele kleur gewoon voldoende. En denk je van, nou, ik vind het wel heel prima. Zo. Ik vind het aanbrengen best wel spannend. Misschien had ik hem iets minder door moeten laten lopen. Maar ja, dat heb ik nu natuurlijk al gedaan. Ik denk wel. Ja, ik doe het nu gewoon weer verkeerd. Maar zo. Nou, het gaat wel, het wrijven. Maar ik vind het wel lastig. Misschien was met je vinger makkelijker geweest. Maar die paarse is, of die groene is heel overheersend, zie ik. De groene kleur overheerst heel erg. Waardoor de paarse een klein beetje wegvalt. Misschien had ik eigenlijk de paarse in de arcadeboog moeten aanbrengen en de groene op het buitenste oog lid. Maar ja, dat heb ik niet gedaan. Ik vind hem op zich wel heel leuk. Dan ga ik op het bewegende gedeelte de gouden kleur aanbrengen. Nou ja, jullie hebben hem net ook gezien. En die hoeft dan eigenlijk ook niet echt geblend te worden. Want het gaat mij voornamelijk dan om die buitenste kleuren. Oeh, die is intens. Die is leuk. Ja, die is wel heel leuk. Ik vind alleen wel echt dat die paarse een beetje wegvalt. Dat is wel heel erg jammer. Maar ja, goed. Daar doen we niet zo heel veel aan. Dan ga ik even op het wenkbrauwbot en aan de binnenste ooghoeken deze kleur aanbrengen. Die vind ik dan ook wel mooi. Dan gaan we die even proberen. Maar het droogt wel echt heel erg snel. En dat vind ik wel heel fijn. Ook omdat ik dus gewoon echt geen pijn voel. Dus. Oeh, leuk. Doe ik een beetje stippelend, want dan kan ik hem zo eventjes uitsmeren. Ik denk als ik hier nu een hele lijn zet, dan wordt hij net intens zwart. Oh, ik ben een beetje uitgeschoten. Ik heb hier een klein kwastje. Het voelt wel alsof mijn hele ogen nu heel strak staan, hoor, van deze oogschaduws. Ja, ik ben een beetje uitgeschoten, dus ik heb even een doekje. Dan haal ik even dat weg. Nou, dat is iets goed idee. Maar dit is hem dan geworden. Als ik er zo naar kijk, ik vind hem wel heel leuk. Maar het is wel heel gewaagd, maar ik vind het wel heel gezellig en leuk staan.
Ik zal hem even afmaken met oogpotlood, mascara en een eyeliner. En dan zal ik even laten zien hoe die er dan uitziet. Maar ik vind hem zelf toch wel heel leuk geworden. Oké, de ooglook even afgemaakt. Zijn mij inmiddels wel wat dingen opgevallen. Dus ik zal jullie zo eventjes ook vertellen wat dat is. Maar zo ziet het er in ieder geval uit als hij helemaal af is met een eyeliner, oogpotloodje en mascara. Nou, dan gaan we nu even de lipstick aanbrengen. De paarse kleur, zoals ik al had verteld, want blauw vond ik dus geen succes. Moet ik eventjes goed kijken. Ik heb hem. Vind ik altijd lastig dat je dezelfde verpakkingen dan hebt. Oké, laten we hem aanbrengen. Oké, hij zit erop. Hij is wel heel gevaagd, jongens. Ik vind hem wel heel heftig. Het is wel echt zo in één keer zo, ja, volop in je gezicht. Maar het is op zich, het ziet er op zich wel leuk uit. Maar hij is wel aanwezig, moet ik zeggen. Ik ben wel heel benieuwd hoe dit de rest van de dag gaat blijven zitten. Ik zal eventjes mijn haren doen en dat allemaal eventjes regelen. En dan kom ik bij jullie terug om de collectie even na te bespreken. Nou, de eindconclusie van deze collectie. Ik begin even met het highlight paletten. Superleuk paletten, super mooi vormgegeven. Ik vind hem leuk. Ik vind de highlighter ook echt heel erg mooi op mijn gezicht eruit zien. Hij spat er wel echt van af, dus daar ben ik wel enthousiast over tot nu toe. Dus die vind ik echt heel goed. De oogschaduwkleuren, goed gepigmenteerd. Was het mijn allerbeste idee om de kleuren bij elkaar aan te brengen? Dat denk ik niet, want ik zie nu inderdaad ook echt wel dat de gouden kleur wat in het groen is gelopen. Maar ik heb dit bewust gedaan, hè, want ik wilde gewoon echt heel graag aan jullie laten zien hoe alle kleuren eruit zouden zien. En daarom heb ik het in één look gedaan. Maar het is denk ik niet het allerbeste idee wat ik heb gedaan, want ik merk toch wel, toen het er net op zat, dat het een beetje begon te trekken. Maar ze zijn goed gepigmenteerd, de kleuren. Het blenden moet wel heel snel gebeuren, want ze drogen echt super snel. Eigenlijk is het het beste om eerst één oog te doen, gelijk te gaan blenden en dan, dan het andere oog. Want anders dan, het is zo snel droog dat je het anders niet meer merkt. Ik denk zelf dat het leukste is om gewoon een kleur op het bewegende ooglid aan te brengen. En bijvoorbeeld met poeder-oogschaduw de rest van je ogen te doen als je nog iets anders erbij wilt maken. Maar wat ik heb gedaan was gewoon niet het allerbeste idee. Maar nu weten jullie wel hoe de kleuren eruit zien op mijn oogleden. Maar ze werken wel en wat ik heel fijn vind, ze doen geen pijn. Ik heb gewoon regelmatig gehad met liquid oogschaduw dat het gewoon echt zeer deed. En dat doen deze niet. Dus dat is echt top. De lipsticks. Ik vind de paarse kleur echt wel mooi uiteindelijk. Ik merk wel, als je echt hele droge lippen hebt, brengen ze niet zo lekker aan. Ik heb nu zelf al droge lippen, dus ik merk dat het wat moeite kost. Zie ik nou heel veel van die glitters terug? Dat is natuurlijk wel even de vraag. En nee, je ziet wel gewoon een metallic effect, maar het is niet overdreven. En ik ben wel heel erg benieuwd hoe het gedurende de dag zal zijn, zeg maar, met eten en drinken. Want ik denk wel dat je hem snel kwijt bent. De paarse kleur vind ik dus fantastisch. De blauwe kleur vind ik niet echt draagbaar. Maar goed, dat plaatje hebben jullie kunnen zien. Ik denk dat je dan zelf conclusie kunt trekken of dat jij daar zelf die wel zou willen dragen, mocht je deze collectie willen aanschaffen. Of dat je ook denkt van nee, dat zou ik niet doen. Maar het effect van de paarse vind ik in ieder geval heel erg mooi. En de blauwe is gewoon niet zo mijn ding qua kleur. Nou, ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. En mocht je nog geïnteresseerd zijn in deze producten voor oud en nieuw, dat je ze misschien nog even kunt aanschaffen. Ik vond het wel heel leuk om deze collectie uit te testen. En ook wel een uitdaging met de liquid oogschaduwproducten. Maar ja, vind ik het een leuke collectie, moet ik zeggen. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje op mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf. Daaronder staat een rode button. Daarnaast staat een belletje. Als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!